Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag blazen we de dromen terug naar de mensen van Amersfoort in de droomboot. Nemen we een kijkje bij Kunstplein Cahen. Uit de oude doos. Wethouder Hans Buitelaars opent op het vakcollege Amersfoort het project Maki. Expositie van Connie van Koedijk, Sandra van den Ende en Cognac in het ECR Poldershof. Die kinderdroomboot, dat is een boot speciaal voor kinderen. De naam zegt het natuurlijk al. En wij gaan vanmiddag met de Dromenvrouw naar het Randenburgerbos varen. Want de Dromenvrouw die zorgt ervoor dat de dromen naar de mensen gebracht worden. Zodat de mensen lekker kunnen slapen, goed kunnen dromen, uitgerust wakker worden. Alleen ze is de dromen kwijt. En die gaan we zoeken met de hulp van de kinderen. Welkom op de droomboot. We zijn al aan het varen, zie je dat? Op deze boot zitten kinderen van 4 tot 8, 10 jaar ongeveer. De jongere groep. We hebben ook nog een piratenboot. Daar zitten ook kinderen op vanaf 4 jaar. Maar dan tot 10, 12 jaar. Dan kun je, maar die droomboot is echt voor kleine kindjes. Ons streven is om dat 1 keer in de 3 weken te doen. Maar in de praktijk komt het neer dat het 1 keer in de maand is. Voor de volwassenen hebben we dit jaar een nieuwe boot, hilarisch. Dat is een persiflage op de Titanic. Dit noemen wij de Titanis. En dat wordt door de Luie Honden, de theatergroep De Luie Honden, geproduceerd. En ook Waterlanders. Daar gaan een aantal dames mee aan boord. Die bemoeien zich met het verhaal van de schipper. En spelen op alles in wat we onderweg tegenkomen. Maar en zingen daar een smartlap over. Of een ander grappig lied. We hebben de zomervaart. Dat is speciale vaart. We hebben de mystery tour 's avonds. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de natuur op de kademuur. Dat is elke 14 dagen op de zaterdagavond. We hebben de vleermuisboot. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn een aantal verschillende boten. We hebben 4 verschillende rondvaarten hier door de grachten heen. Dat is de westelijke route. De oostelijke route. Dan zie je dus of het westelijke gedeelte van de historische binnenstad. De oostelijke route, dan zie je het oostelijke gedeelte van de historische binnenstad. We hebben een tweede muurroute. Dan varen we langs de tweede muur, die Amersfoort ook rijk is geweest, de binnenstad. En we hebben natuurlijk de vaart naar de Heilige Bergenbeek, onze natuurroute. Daar heeft RTV Utrecht laatst een prachtige film over uitgezonden. Op de droomboot gaan we met een aantal kindertjes dus en de dromenvrouw varen naar het Randenburgerbos. Daar gaan we de dromen zoeken die de dromenvrouw kwijt is geraakt. En ja, dan kunnen we tenminste vanavond allemaal weer lekker gaan slapen als we die gaan vinden. Als we geluk hebben, vinden we die ook. De kinderen gaan eventjes lekker een beetje limonade drinken en een koekje eten. En dan gaan we de dromen zoeken. En als we die gevonden hebben, dan varen we weer terug naar Amersfoort. En dan, als we bijna bij de binnenstad zijn, dan krijgen de kinderen allemaal een bellenblaas. En dan blazen ze allemaal prachtige bellen de stad in, zodat de mensen allemaal weer hun prachtige dromen kunnen dromen vannacht. Ze komen gewoon langs om een kaartje te kopen. En als de mensen willen varen, je kunt altijd bellen, je kunt langskomen, je reserveert een plaats. Dus dat is wel heel handig dat je eventjes een plaats reserveert, want vaak zijn we echt uitverkocht, vooral met dit prachtige weer. We varen met 7 boten per dag, 7 boten tegelijk per dag, dus er zijn voldoende routes en voldoende plaatsen, maar met prachtig weer gebeurt het vaak dat we uitverkocht zijn. Dus het is heel slim om van tevoren even te reserveren. Ik ben Marijke van der Maden van de Galerie Absoluut. 7 jaar geleden de galerie opgericht. Daarna hebben wij hard geprobeerd om een grote groep kunstenaars bijeen te krijgen. Om het allemaal groter te maken. En waardoor we een vastere, stevige basis hebben. Ik ben voornamelijk bezig met het inrichten en de praktische zaken van de galerie, van de exposities. Ik ben Marjolein Teunus. Ik ben een van de deelnemers van Galerie Absoluut. En met Galerie Absoluut hebben we hier Kunstplein Cahen als podium voor onze exposities. We hebben Galerie Absoluut 7 jaar geleden opgericht. Toen konden we per ongeluk
terecht in een groot pand op de Jorenstraat, in de Jorenstraat. En daar zijn we eigenlijk min of meer, hebben we onszelf daar uitgevonden. Daar kregen we dus de ruimte om gastexposanten uit te nodigen, te kijken hoe we dat financieel zouden kunnen redden. We moesten met een heel stel mensen zien te overleven en kunstenaars onder elkaar. Dat is best moeilijk om dat te doen, maar we hebben het overleefd en toen moesten we eruit. De huidige expositie is gebaseerd op het lichaam verbeeld. Dat heeft Pieter Verhoef, is een externe kunstenaar die wij aangetrokken hadden. Hij maakt veel dingen met beton en daar speelt hij mee in diverse vormen. En hij doet daar verschillende, alle andere elementen met poppen, armen of gaas of ander beton. Daar maakt hij dus beelden, samengestelde beelden mee. De huidige expositie is ontstaan uit het aanbod van de gastexposant, Pieter Verhoef. Die was bezig met het lichaam verbeeld. En daar hebben wij als kunstenaars hebben we ons daar een beetje op aangepast. Met Galerie Absoluut hebben we hier Kunstplein KHN als podium voor onze exposities. Het is een plek waar we voor niks mogen exposeren. Het is een heel mooi gebouw. Dat maakt het wel heel spannend. Het geeft ook de noodzaak om iedere keer nieuw werk te maken. En dan heb je wel een plek waar je dat kunt laten zien. Voor de kunstenaar is heel belangrijk natuurlijk. Want anders zit je achter de geraniums te wachten. Dat schiet niet op. Galerie Absoluut is een groep kunstenaars. En dat wisselt soms 15, soms 18. Soms we streven naar wat meer kunstenaars. En bij ons is het sociale gebeuren, contact met elkaar, praten over kunst, is eigenlijk de grootste binding die wij allemaal willen hebben. Want we zijn eigenlijk, zo noemen we ons, een nomadisch kunstgenootschap. En daar hebben we een soort kunstenaarssociëteit met film en exposities gemaakt. En daar moesten we januari dit jaar ook weer uit. En toen konden we hier naartoe, naar Galerie, of Kunstplein KHN, konden we hier dus onze spullen kwijt. Maar we missen nog steeds het sociëteit gebeuren. Dus we zijn zowel in Pieter Blokland als hier in KHN hebben we expositieruimte. En we hopen dat in september dat we dan een vast pand kunnen betrekken op de Weversingel. We zijn collega's van elkaar en uiteindelijk doen we dus mee om juist contact te hebben met soortgenoten, zeg maar. Dat we allemaal kunnen praten en lezingen houden of atelierbezoeken bij andere kunstbezoeken, bij exposities. Dat is ons streven om een groep interessant te houden en er zelf ook iets van te leren. We werken vaak met projecten. Een van de best geslaagde projecten die we hadden was het boek als kunstwerk. Dat was toen in de Hellestraat. En dat betekent dat we met een hele groep deelnemers en mensen van buitenaf een half jaar bezig gaan met dit onderwerp en elkaar in de tussentijd zien en inspireren en kijken van hoe mooi wordt het of waar heb je hulp nodig. We hebben toen bij dat project ook geleerd om te boekbinden en allerlei technieken. Dus en toen kwam die expositie er en die was echt heel goed. En zo doen we dat eigenlijk iedere keer opnieuw. We hebben ook een project gehad, Verborgen Stad. Dat hebben we toen hier in KHN voor het eerst gehad, omdat dit ook een soort verborgen stad is. En we zijn nu bezig met een project Water. Dat komt in oktober hier. En voor volgend jaar hebben we een project op stapel staan en daar doen 45 kunstenaars aan mee, zowel van binnen als buiten Absoluut, over het project Schrijnheilige Huisjes. En dat project, daar zijn we nu hard mee bezig. We hebben inmiddels 45 vensterbanken in de stad gevonden, waar de 45 kunstwerken komen te staan.
En daar komt dan een kunstroute langs. En als we sponsors krijgen, dan kunnen we een kunstprocessie gaan houden en kunnen we een boek uitgeven. Maar dat is allemaal nog wat we moeten gaan doen. Wethouder Hans Buitelaar opende op het vakcollege Amersfoort het project Maki. Vandaag hebben we de opening van het Maki Alle Jongeren in Beweging project. En dat is de opening waar de gemeente ook bij betrokken is. We hebben de opening van een beweegrondje hier in de wijk in Kruiskamp. En daar zijn wij bij aangesloten met dit project. En dat is eigenlijk om de school en de jongeren hier en iedereen die is aangesloten bij het project een klein kijkje in de keuken te geven van wat er gaat gebeuren. En dat gaan we vanmiddag doen. We nemen vanmiddag alle leerlingen mee. En we gaan een electric run, die is hier georganiseerd in de wijk, die gaan wij lopen met z'n allen. De naam zegt het eigenlijk al, alle jongeren in beweging. We hebben met de sportcombinatie hebben wij een aanvraag gedaan, een sportimpuls aanvraag. En die is goedgekeurd en dat betekent dat wij nu hier op het vakcollege, en we hebben de samenwerking gezocht met het vakcollege, gaan wij hier eigenlijk zorgen dat er zoveel mogelijk jongeren hier van het VMBO, vakcollege, zoveel mogelijk jongeren in beweging komen. En dat gaan we doen door middel van twee interventies. Aan de ene kant is dat het Maki. En de Maki zorgt er eigenlijk voor, die wil eigenlijk dat er zoveel mogelijk jongeren in beweging komen. Dus ze zorgen dat het aanbod binnen de school, dat het sportaanbod vergroot. En daarnaast gaan ze ook door middel van motivatiegesprekken, gaan we jongeren, in wat inactieve jongeren, gaan wij proberen toe te leiden naar een sportvereniging. En de sportvereniging ook hier naar de school te brengen. Nou, het mooie van dit project is dat het een mooi samenwerkingsverband is tussen verschillende partners. En we hebben nu eigenlijk alles achter de schermen geregeld en volgende week starten we. En dan gaan we aan de bak. In het ECR Boldershof is een expositie geopend met bijzondere schilderijen. We staan vandaag in Boldershof in Amersfoort. Sinds vorige week donderdag hebben wij hier een 15-tal schilderijen geëxposeerd. Door ons alle drie gemaakt. Ik kom hier in Boldershof. Ik heb een vriendin en die is hier werkzaam, Constance. En aan haar was gevraagd of zij iemand wist die hier zou kunnen exposeren. En toen kwam ze dus bij mij terecht. Van, nou, ik weet wel iemand, mijn vriendin, die kan mooi schilderen. En ik zei dat wil ik best doen, maar niet alleen. Dus vandaar mede-cursisten. Die hebben meegedaan. Nou, wij zitten samen bij Jeanette op schilderen. En ik vond de werken die zij maakte, die inspireerden mij heel erg. Dus dan vond ik leuk omdat zij erbij kwamen. Ja, ik werk graag met verschillende materialen. Ik begin meestal met de achtergrond van mijn schilderij. Waar ik met papier, zand. En ik heb zelfs een schilderij, de Boeddha, waar een klein steentje uit Azië in zit. Een schelpje. En dan later ga ik pas bedenken van wat er daadwerkelijk op komt te staan. En bij de Boeddha werd dat gerelateerd aan mijn reizen naar Azië. Krielverf, dat vind ik het fijnste werken. Ik vind mensen ook leuk om naar te kijken en interessant om ze in verschillende situaties ook te schilderen. Ik woon zelf in het buitengebied en heb wel iets met boerderijdieren, dus vandaar dat ik heel vaak boerderijdieren ook schilder. Nou, ik schilder heel graag figuratief en abstract en het allerliefst met krijt, met pastel. Ik denk dat wij graag de mensen willen uitnodigen om op 22 januari op de open dag te komen van de Boldershof. En zij kunnen dan gelijk kijken hoe het hier verzorgd wordt in het huis. En zij kunnen gelijk naar onze expositie komen kijken.